Zo. Een hele goede zondagmorgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ben ik weer. Zondagmorgen. Boah. Was weer even lekker. Weetjes lekker in de sportschool geweest. En ja. Voelde goed. Ging me lekker vandaag. Moet ik zeggen. Dus prima. Helemaal goed. Vandaag weer een leuke dag. Want het blijft vandaag droog, als het goed is. Nou, dat is helemaal prettig. Straks weer naar het voetballen toe. Ik vind het toch altijd wel prettig om naar het voetballen te gaan als het droog is hoor. Het hoeft niet meteen heel erg warm te zijn, maar dat natte weer, dat hoeft van mij niet. Als het wat fris is, okay, dan trek ik gewoon een trui extra aan of jas aan of iets dergelijks. Dat is goed te doen, maar regen en dan op de bank zitten, bah, dat is niet alles. Goed. Vandaag. Best vooruit. Dat is best vooruit. Maar goed, we zullen wel zien. Ik ga er eigenlijk geen uitspraken meer over doen. Ik wil dat het gewoon even op ons afkomen. Afgelopen weekend was het niet heel erg geweldig. Maar goed, daar ga ik verder ook niks meer over zeggen. Bij deze afgekapt, doen we niet meer. Vandaag best vooruit. Jongens, zet hem op. Vol gas. Energie erin steken. Meer dan dat kunnen we niet doen. En ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd vandaag. Maar goed, we hebben nog genoeg wedstrijden te gaan. Dus wat dat betreft eigenlijk nog geen man overboord. Allemaal gaan we ons afvragen hoe dat het eigenlijk komt. Met deze start. Oh, dan ga ik het toch over beginnen. kap. Niet doen. En niet gedaan. Oké, knip. Zo, nou, de rest van de week. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, ik denk dat ik van de week. Nee, ik hoop dat ik van de week uiteindelijk de uitslag krijg van de plekjes. Die ja. En die. En die van mijn rug. Dat ik dan uiteindelijk ook de plan van aanpak ga weten. Dan kijken we verder hoe dat gaat. Dus we zullen wel zien. Nou, ik heb weliswaar geen Formule 1 gekeken, want ik heb geen Viaplay. Dus ik moest weer even van de informatie hebben. Max weer gewonnen, ruim afstand. Heeft alles weer lekker door elkaar heen getrapt. Het Singapore verhaal dachten ze een aantal teams hebben van, we hebben ze te pakken. Ja, fout. Fout. Singapore is gewoon niet hun circuit. Dat is gewoon echt niet hun circuit. Zo simpel is het gewoon. Ze krijgen het daar moeilijk voor elkaar. Vorig jaar heeft Perez daar wel gewonnen. Maar ja, ik weet niet. Hun auto's passen niet op dat circuit. Te stijf. Ik weet het niet. Er worden allerlei dingen op losgelaten. Van, dat die auto misschien wel door een iets langere wielbasis. Ze hebben de maximale wielbasis hebben ze gepakt. Dat die voor dat circuit met die korte bochten dat die gewoon niet handelbaar is. Maar ja, aan de andere kant, ja, ik weet het niet. Goed, vandaag rechtgezet. Ruim overwinning, goed gedaan. Perez, uitgevallen, helaas. Jammer dan, opnieuw beginnen, aanpakken, volgende race. Klaar, hoppakee. Nou, we hebben net ook een paar van deze gekocht. Bij de Action, een paar van die Energy Bars. Zou ik eigenlijk bijna zeggen van voor na het sporten, is het nou voor of is het nou na het sporten, maar het is, je kan ze voor het sporten nemen, je kan ze ook gewoon na het sporten nemen. Eentje of twee, meestal maar eentje. Wat ik ook wel eens doe, had ik laatst gemerkt, dat is ook lekker, is dan pak je bij zo'n bar, deze, wij spreken, dit is dan de raspberry.
deze, die pak je dan. En dan ga je hem helemaal in kleine stukjes maken. Dus je hebt een paar zo in de lengte snijden. En dan allemaal gewoon kleine stukjes choppen. En dat dan door de kwark heen. Met dan nog een aanvulling voor crucie. Dan heb je een behoorlijke een behoorlijk stukje aan proteïne binnen. Dus en het is nog lekker in de hoop. Dus dat gaan we misschien dadelijk weer doen. En ik moet echt rekening houden. Ik merk wel dat ik moet rekening houden met de ontbijtjes die we hebben bij het voetballen. Ik moet gewoon echt zorgen dat ik ga beperken. Gewoon als ik daar kom, dat ik één broodje met één krentenbolletje, kopje soep. En dan een broodje en een krentenbolletje meenemen voor als we klaar zijn daar in Best, dat ik dan dat eet. Dan denk ik dat dat beter is dan wanneer ik ga proberen. Maar ik vind het zo rete lekker om een krentenbol met kaas. Ik vind dat zo fucking lekker. Daarom ben ik altijd geneigd om dan nog een tweede of misschien wel een derde te eten. En dat is gewoon niet goed. Er zit zoveel calorieën in. En zo'n krentenbol met kaas. Boah. Dus dat is eigenlijk niet goed. Dan ga je sporten en dan ga je eigenlijk al die calorieën die je weggesport hebt, die ga je meteen weer met 2-3 krentenbolletjes weer aanvreten. Ja, weet je, dan val je ook niet af. Dat is gewoon niet te doen. Maar goed, dat is dan een stukje waar ik dan waarschijnlijk wel door de jongens die deze vlog lezen of bekijken, er straks op aangemerkt geworden. Van, hey. Wat heb je gezegd in de vlog? Je zou niet meer zoveel eten. Dus misschien doe ik dan wel de das om. Maar goed, maakt niet uit. Misschien is het wel juist een goede om me daarin te helpen. Dat de jongens dan opletten van, je moet niet zoveel eten. Anders val je niet af. Je wilt een beetje afvallen. Ja, dat krijg je dan waarschijnlijk. Maar goed, bij deze. Ik ben alweer thuis. Dus ik ga deze vlog weer afsluiten. Dus voor de volgende keer. Zeg ik weer eventjes een duimpje omhoog. Even abonneer op mijn kanaal. Zeg het voort. En dan zie ik jullie de volgende week weer terug. Op de zondagmorgen. Oh nee, deze vlog doe ik later. Maar voor mij is zondagmorgen vlog. Laat maar, het is bekend. Dus, nogmaals, duimpje omhoog. Abonneren. En gas erop. Kijken met die app. Goed zo, tot de volgende keer. Ik zeg ciao.